Juffrouw, mag ik dit ruilen? Juffrouw, waar kan ik de paskamers zien? Waar kan ik het shirtje van 8 gulden vinden? Juffrouw, heeft u een jurk in andere maat? Natuurlijk ben je nerveus als je voor de eerste keer naar je nieuwe baan moet. Dat spreekt vanzelf. Maar om nu te verwachten dat je vreselijkste dromen uit zullen komen, is echt niet nodig. Neem Mirjam. Ze heeft net haar diploma op zak en wilde dolgraag werk vinden in de modebranche. Bij CNA kreeg ze de mogelijkheid om als verkoopmedewerkster te beginnen. Die kans greep ze met beide handen aan. Maar naarmate de eerste werkdag naderde, namen ook de zenuwen toe. Niet nodig natuurlijk als je enthousiast en gemotiveerd bent en wanneer je nieuwe werkgever CNA heet. Maar het is toch even slikken als je via de personeelsingang je eerste week binnenstapt. Voordat je echt de vloer opgaat, moet je nog wel even de voorgeschreven CNA-kleding aantrekken. Kunnen wij van de gelegenheid gebruik maken om nader kennis te maken met CNA? CNA staat voor Clemens en August. De voornamen van de gebroeders Brenninkmeijer, die zich al vanaf 1841 met textiel hebben beziggehouden. Sinds die tijd is CNA uitgegroeid tot een organisatie met alleen al in Nederland om en nabij de 90 vestigingen. Al die vestigingen vertonen overeenkomsten in indeling, presentatie en collectiebeeld. Het bundelen van de activiteiten die noodzakelijk zijn om herkenbaar naar buiten te treden, is geen eenvoudige zaak. Op het juiste moment een bepaald assortiment in huis hebben vergt bijvoorbeeld niet alleen een strakke planning bij de inkooporganisatie, maar tevens een goed geoliede distributie. Binnen het filiaal is de bedrijfsleider verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Hij heeft de zorg voor één of meerdere filialen. Degene waar je dagelijks mee te maken krijgt, is de verkoopleider. Hij is verantwoordelijk voor het werk en de medewerkers en... Ho, wacht even. Ik geloof dat hij er net aankomt. Even kijken wat die Mirjam te vertellen heeft. En nu zijn we op de vloer. En hier moet tenslotte de handen gemaakt worden, nietwaar? Ja. Daar is Sandra, dan kun je er gelijk even kennis maken. Hallo, ik ben Sandra. Mirjam. Mirjam is de nieuwe medewerker hier. Die is vandaag gestart.
Sandra werkt hier ondertussen een aantal jaartjes. Hoe lang precies, Sandra? In september 4 jaar. 4 jaar, moet je eens kijken. Gezelligheid kent geen tijd. Ze is al behoorlijk ervaren dus. Ze is dan ook eerste verantwoordelijke hier, zoals wij dat noemen. Dat betekent dat ze een oogje in het zeil houdt. En wanneer jij wat wil weten, kun je ook bij haar terecht. Oh, als je eventuele vragen hebt, dan kom je maar bij mij. Maar het zal best wel lukken, hoor. Ik hoop het wel. Maar ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Maar toch wel prettig dat ik in ieder geval bij u terecht kan. Zeg maar Sandra, hoor. Oké, Sandra. Nou, dat zal best wel lukken tussen jullie twee. Zullen wij nu verder gaan, Mirjam? Ja, prima. Misschien zie ik je straks nog wel, Sandra. Ja hoor, kom je straks even oppikken. Goed. Zo, dan gaan we nu een rondje langs de afdelingen lopen. En dan starten we net zoals een klant bij de ingang. Ja? Oké. Vivian, hallo. Dit is Mirjam. Mirjam is vandaag. De verkoopleider neemt Mirjam mee naar de 3 divisies: de damesafdeling, de herenafdeling en de kinderafdeling. Mirjam maakt kennis met nieuwe collega's en krijgt een hoop nieuwe informatie van de verkoopleider voordat ze zelfstandig de vloer opgaat. Er komt zo'n eerste dag nogal wat op je af. Je hebt het idee dat je nauwelijks al die nieuwe indrukken kunt verwerken. Het is daarom prettig om te weten dat er werkboeken voorhanden zijn waarin je allerlei informatie nog eens rustig kunt nalezen en waarin opdrachten staan die je een beter inzicht in de werkzaamheden geven. En natuurlijk zijn er allerlei collega's waarvan je een steuntje in de rug kunt verwachten. Ja, prima joh, hartstikke leuk. Wat prachtig weer. Dus hallo, zalig, dat ken ik nog niet, hè? Nee. Ik ben Angel. Hallo, hallo. Daar is Jel. Ah. We zijn elkaar nog niet tegengekomen. Je werkt hier zeker nog niet zo lang. Nee, het is mijn tweede dag. Maar ik moet zeggen dat ik me aardig thuis voel hier. En jij, werk jij hier al lang? Ja, ik werk alweer 3,5 jaar hier. Goh, ook als verkoopmedewerkster? Nee, als etaleuze. Wij zijn verantwoordelijk voor de aankleding van de zaak. Displays aankleden, figuren aankleden. En in het kort noemen we dat visual merchandising. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, goh, lijkt me zeker leuk om te doen. Doe je dat alleen hier of ook op andere filialen? Nee, in meerdere filialen. Dus af en toe wel pendelen, maar wel afwisselen. Dat is heel leuk. Ja, vind je het niet jammer dat je zo weinig in contact komt met de klant? Ik denk dat ik dat heel erg zou missen. Nee. Mirjam, ga je mee naar beneden? Ik wil je nog wat dingen laten zien. Ja, is prima. Tot straks, hè? Dag. Hey, zou je het leuk vinden als ik je een keertje interviewde? Het is voor een werkboek. Ik vind het zelf ook wel erg interessant. Ja, dat is prima. Dan hoor ik een keer van je. Oké. Oké. Dag. 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 Het is de bedoeling dat je als verkoopmedewerkster op meerdere plaatsen inzetbaar bent. Dat betekent dat je op de hoogte moet zijn van alle mogelijke werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de paktafel. De paktafel is de laatste en soms zelfs de enige plaats waar de klant in persoonlijk contact komt met CNA. De indruk die een klant heeft van CNA wordt dus voor een belangrijk deel hier bepaald. Nadat de klant de goederen aan de paktafelmedewerkster heeft overhandigd, verwijdert zij wafers en beugels zonder het kledingstuk te beschadigen. Ze verzoekt de klant de betaalmiddelen gereed te houden en verzamelt de wafers in de juiste bakken. De goederen worden opgevouwen en doorgeschoven met het prijskaartje zichtbaar bovenop. De cashière leest met de leespen de gegevens en rekent vervolgens af. 89 euro, alstublieft. De kassabon wordt in de hand van de klant gegeven en de goederen worden vriendelijk overhandigd. Er zijn voor de verkoopmedewerksters vele taken weggelegd in de paskamers. Zoals de controle van het aantal stuks bij binnengaan en verlaten en het verlenen van service. Veel klanten zullen uiteindelijk in de paskamer de beslissing nemen tot de aanschaf van een kledingstuk. Vandaar het belang van de juiste kleding en kleuradviezen. Zo, hè? Ja, zo ongeveer. Nou, dan zou dat even korter gemaakt moeten worden. Voor de rest staat het je enig hartstikke leuke kleur. Zo scheef meer. Kan ik u helpen? Heel graag. Ik ben hier gisteren al geweest en ik vind hem erg leuk. Ik heb hem nu meegenomen, want ik twijfelde erg. Want hij hangt nogal scheef. Ja, scheef, inderdaad. Is daar iets aan te doen? Ja, denk het wel. Maar ik wil voor de zekerheid nog wel even informeren bij een collega. Ja, graag, als u daar de moeite voor wilt doen. Ja, is geen moeite hoor.
Het veranderen van kleding wordt in CNA-jargon pomp genoemd. Dit betekent in de praktijk dat er afgespeld of afgetekend moet worden. Een prijslijst en andere hulpmiddelen zijn aanwezig en er moet een pompkaart worden ingevuld. Maar natuurlijk laten we je niet over één nacht ijs gaan. Bij je opleiding zullen ook deze vaardigheden de nodige aandacht krijgen. Voor het hele filiaal geldt dat de vakken er verzorgd en aantrekkelijk uit moeten zien. Vakverzorging gebeurt op twee manieren. Het vakken, dat is het hangen van goederen op soort, kleur en maat. Het opsporen van vuile en beschadigde stuks. En het sorteren van de bakken. En het schuiven, dat gebeurt iedere dag. Het schuiven geeft de afdeling een opgeruimde indruk wanneer er van het meer tijdvergende vakken niet veel terechtkomt. Je moet echt denken aan het gladstrijken van de afdeling. Zo'n kleine faceliftoperatie mag onder geen voorwaarde de klanten hinderen. Tijdens de zogenaamde bloktijden ben je vooral met klanten bezig. Het vereist een strakke planning om de resterende taken uit te voeren. Afspraken over de dagelijkse gang van zaken worden gemaakt met de verkoopleider of een van je collega's. Bovendien vindt er samen met de verkoopleider regelmatig werkoverleg plaats. Vooraf wordt de agenda bekendgemaakt waarbij iedereen agendapunten kan aandragen. Of is dat dus voor alles duidelijk? Ja, ik geloof dat het wel goed gaat. Ik leer elke dag wat bij. Oh ja, ik kwam Angèle tegen, de etaleuze. Ja. En die wil ik interviewen voor het werkboek. Ja. Maar dan wil ik toch van tevoren wat informatie hebben over visual... Merchandising? Ja. Ja. Nou, dat kan. Dan kunnen we het beste hiervoor eerst de video die hierover gaat even bekijken. En dan maken we daarna een afspraak met Angèle. Zullen we het zo doen? Ja. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat we nu maar af gaan sluiten. En dan gaan we naar de vloer toe. Bedankt voor de aandacht. Ja hoor. Bij CNA komt een grote variëteit aan klanten binnen. Via het zogenaamde merkenbeleid is het mogelijk dat in principe elke klant kan slagen bij CNA. De snelle jongens slagen bij Avanti. En voor anderen zijn er bijvoorbeeld Clockhouse, Angèle Litrico, Kanda en Echo. Maar ook hierbij geldt dat veel afhangt van de juiste benaderingswijze door de verkoopmedewerkster. Sommige klanten zullen zelf op je afstappen en bij anderen zul jij het initiatief moeten nemen. Iedereen moet in vrijheid kunnen winkelen, maar een vriendelijk knikje wordt altijd gewaardeerd. Probeer tijdens het contact andere klanten niet uit het oog te verliezen. Leuk meisje, met je hulp. Ja, eindelijk is iemand die me begreep. Zo, de eerste week zit erop, Mirjam. Ja. Ging het lekker? Ja hoor, ging het goed. Ja, er zijn wat probleempjes geweest hoor, maar het is verder, ja, het is altijd wel iemand in de buurt. De eerste werkweek van Mirjam zit erop. Een week waarin ze werd geconfronteerd met een nieuwe omgeving en nieuwe collega's. En waarin ze ontdekte dat het wel heel wat anders is om als klant de winkel te betreden dan als verkoopmedewerkster. Dingen die vanzelfsprekend lijken voor de klant, blijken veel tijd en moeite te kosten. Maar wanneer de klanten tevreden de deur uitgaan, zul je, net als Mirjam, die tijd en moeite er graag voor over hebben. En zul je samen met je collega's even voldaan het pand verlaten.